Welkom bij WebTalks. Mijn gast is Robert Doornbos. Ja, ik ken hem allemaal als topsporter en als ondernemer. In de topsport werk ik de absolute top bereikt. Immers Formule 1 gereden en IndyCars. Nu vooral bekend als analist van de Formule 1 en ook als ondernemer. Robert, welkom. Dankjewel. Hoe is het met je? Ja, goed eigenlijk wel. Ondanks dat we in een gekke tijd leven, gaat het privé goed. Zakelijk iets minder, maar ik denk dat de meeste mensen dat wel voelen. Ieder op zijn eigen manier. Maar we zijn gezond en dat is het belangrijkste. Zakelijk minder, in welk opzicht? Wat was je van plan deze afgelopen maanden? Nou, ik ben best wel een rollercoaster terechtgekomen toen de topsportcarrière stopte eigenlijk. Ben ik vrij snel ondernemer geworden, veel geïnvesteerd in start-ups. Nou, dat is mega actief. Ik zat echt dagelijks in een vliegtuig. Dat is nu ook even ondenkbaar. En ik was de afgelopen tijd heel erg actief met Formule 1. Ja. De opbouw naar Zandvoort toe, zelfs in het theater gestaan. Nou, daar weet je alles van, met een oud collega van je, Rob Campus. Ja, dat soort dingen, dat was gewoon, heel de agenda werd in één keer schoongeveegd door corona. En dan, wat betekent dat dan als bijvoorbeeld dat Zandvoort wegviel, dat de Formule 1 wegviel? Wat gebeurt er dan? Ja, heel gek, eigenlijk surrealistisch. Omdat ik was in februari nog bij de wintertest in Barcelona. Dat is altijd een belangrijk moment voor mij om nog even de coureurs te spreken, de auto's live te zien. En dat was ook tegelijkertijd mijn laatste uitje, want ik landde weer terug op Schiphol. En dat was eind februari en begin maart kwam ongeveer de intelligente lockdown. En dan denk je, nou, Formule 1, dat zal nog wel goed gaan in Australië. Toen waren die teams allemaal ook nog in Australië. Ja. En in één keer werd er besloten om toch gewoon te cancelen. En dat is heel gek. Heel en vroeg je dan van binnen of wat gebeurt er? Nou, ik was er wel even ziek van. En mijn vrouw kent me inmiddels heel goed. Dus die denkt, nou, dan laat ik hem even met rust. Dan ga ik veel sporten of even fietsen naar buiten. Hoofd schoon. En tegelijkertijd baalde ik echt dat die agenda schoongeveegd werd. Ik zat zo'n lekkere flow, zakelijk. Ja. En dan, als dat in één keer wordt ontnomen door een onzichtbare vijand, want zo zie ik het nog steeds, want in mijn naaste is er gelukkig niemand getroffen door corona. Nee. Ja, dan denk je, ja, dan baal je van. Maar je hoofd schoon, dat doe jij dus door weg te gaan? Nou, niet zozeer thuis weg te gaan, want ik zeg de grote plus van corona voor mij is quality time met mijn gezin. Ik heb een dochtertje, Jada, en een zoontje, Josh. En ik weet als geen ander dat zakelijk succes allerlei dingen spannend en interessant kunnen zijn in het leven. Maar gezondheid staat echt op nummer 1, want wij hebben een hele zware periode gehad met ons kleine meisje die toen getroffen werd door kanker. Dan staat je wereld stil en dan vecht je alleen nog maar voor dat ene doel. Je hebt nog maar één wens. Voorheen heb je heel veel wensen. Nieuwe auto, nieuw huis, een mooier bedrijf. En op dat moment had ik nog maar één wens. En dat was de gezondheid van Jada. En die is er overheen gekomen. We hebben allemaal gevochten als leeuwen. En als ik dan zo'n tegenslag krijg als dit met corona, denk ik, nou ja, goed, we hebben elkaar en we zijn gezond. En dat is echt, ja, misschien voor iemand die niet heeft meegemaakt, cliché of zo. Maar het is echt zo. Zo ervaar ik dat. Je zegt gevochten als leeuwen. Hoe ben jij in zo'n tijd? Hoe ga je om met die zorg, met die angst? Wat? Nou, dat eerste telefoongesprek, dat was killing. Ik was met Heineken samen, een van mijn partners in het buitenland. En Chantal had nog een laatste bezoek bij de arts. En dat was, we werden van het kastje naar de muur gestuurd. Chantal Bles, jou. Chantal Bles, mijn vrouw. Ja. En die belde op en zegt, je moet nu terugkomen. Toen zat ik vast in Engeland, want we hebben echt slecht nieuws. En dat was een hele lastige dag en tijd ook om terug naar Nederland te gaan. Ik kon geen vliegtuig regelen. Nou goed, uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen. Toen ben ik gelijk gaan bellen. Amerika, waar ik gewoond en gereisd heb in de IndyCar en mijn relaties heb. Naar Londen, naar Duitsland, naar België. Waar kan ik naartoe met mijn kleine meisje, met mijn dochtertje met kanker? Want je wil alleen nog maar de beste mensen hebben dan. En toen bleek dat in Utrecht kon, bij het Prinses Maxima Centrum. Dat het nummer 1 is in Europa voor kinderoncologie. Dus wat in mij opkwam was eigenlijk een opwelling van, ik moet zorgen voor mijn familie en ik moet heel mijn netwerk alles inzetten om het beste te regelen. Ja. En daarna was het, ja, lever jezelf een haar over aan de artsen. En de specialisten. Maar jouw eerste reactie is handelen. Handelen, actie, ja. Ik stapte ook gelijk in het vliegtuig naar Boston. Ik ben geweest in Engeland, ik ben in Duitsland geweest. Ik moet gewoon de beste mensen zien en spreken. En gek genoeg is dat vast om de hoek. Je hebt de extreme behoefte om direct weer iets van controle te voelen. Alles wordt uit je handen geslagen, maar je wil gelijk weer controle. Ja,
Ja, controle is wel iets wat ik in de topsport ook had. Hè? Dat je zelf... Ik denk niet dat ik het talent, of ik weet dat ik niet het talent heb van Max Verstappen. Ik heb een zware rechtervoet gehad. En ik zeg altijd maar, hard work beats talent. When talent doesn't work hard. Ik heb er gewoon heel hard voor gewerkt en alles opzij gezet om mijn doel te behalen. En dat is een bepaalde controle, dat zit in je. Toch nog even terug op je dochtertje, op de ziekte. Waar blijft het verdriet dan? Waar zit jouw angst? Want je gaat gelijk handelen. Ja, je gaat handelen. Waar blijft dat dan? Wat doe je daarmee? Ja, ik heb dat... ik denk ieder dat op voor zijn of haar eigen manier uit. Chantal deed dat op haar manier door echt 24/7 met Jada te zijn. Ja. Ik kon dat op een gegeven moment niet meer, want ik had echt een uitlaatklep nodig. Mm-hmm. Ik sliep in een Ronald McDonald huis aan de overkant en dat maakt allemaal niet uit. Weet je. Je doet alles voor je kleine meisje. Maar ik had ook een drang om weer te gaan werken, om weer even iets anders je zinnen te verzetten. Ja. En de Ziggo Sport familie was voor mij top daarin met de Formule 1, want dat was toen nog in volle gang in 2018. Dus ik zat echt gewoon in de studio vaak met maar 1 of 2 uur nachtrust over mijn passie te praten, Formule 1, en dan compleet even niet te denken aan die situatie. Ja. En daar kreeg ik zoveel positieve energie van dat ik terugkwam in het ziekenhuis en dat kon ik gewoon weer aan die meisjes geven. Of aan mijn meisjes. En dat is iets waar ik trots op ben, maar ik heb geen verdriet geuit dagelijks of zo. Nee. En waar zit dat nu nog? Die angst die je ooit hebt gehad? Ik denk die angst die is weggenomen door een enorme trots. Als ik kijk naar haar, wat een enorme veerkracht ze heeft. En wat voor bikkeltje dat is, wat ze allemaal doorstaan heeft. Dat ik eigenlijk alleen maar trots kan zijn en geen angst heb. Ik heb angst ieder kwartaal als we weer scans hebben. Ja. En dat is nog 5 jaar lang. Dan ga je toch eventjes met een gespannen gevoel naar het ziekenhuis. Aan de andere kant geeft het een hoop rust. Als het weer goed is, zoals afgelopen week, was de uitslag weer top. Het verdriet is weg. De trots is op nummer 1. Maar je zei in het begin al, het heeft je veranderd. Het heeft me wel als mens veranderd, ja. Ik heb echt toen per direct alles wat ik had verkocht, bedrijven, aandelen en complete focus voor haar. Omdat het slagingspercentage was vrij klein in verhouding. Dat is nou eenmaal zo bij kinderkanker, dat is heel agressief. Dus ik denk, ik moet alles op alles zetten om er te zijn voor haar. Ondanks dat zij zelf dat gevecht moet voeren, maar het is gelukt. En hoe heeft het je als ondernemer veranderd? Ben je daar nonchalanter in geworden? Of Nee, dat niet. Want ik heb wel altijd, als ik iets doe, dan is het met full commitment. Hè. Focus is nummer 1, vind ik. Ik hoor wel eens mensen om me heen die zeggen, ik heb 5 bedrijven en ik ben allemaal druk. Dan denk ik, je kan beter eentje kiezen en daar vol voor gaan, dan alles maar een beetje te doen. Anders had ik ook nooit die Formule 1 gehaald. Er zijn natuurlijk maar 20 jongens in de wereld die dat doen. Dus ik had altijd maar 1 doel heb ik. En als ondernemer ben ik daar nu niet heel erg in veranderd. Behalve dan dat ik denk, de quality time met het gezin is ook wel belangrijk, want het kan je zo ontnomen worden. Dus ik plan de agenda's wat beter. Laat ik daarop zeggen. Maar de vraag is, kun je beter tegen je verlies hierdoor? Ik kan nooit zo goed tegen mijn verlies. Dat is niet veranderd. Nee, dat is niet veranderd. Nee, hij is een redelijk competitief persoon. En in hoeverre zit de topsport in jouw ondernemerschap? Ik denk dat, weet je, de standaard dingen zoals discipline, focus, commitment. Ik denk dat elke ondernemer dat heeft. Daar hoef je geen topsporter voor geweest te zijn. Bij mij is het wel dat ik het risico sneller kan inschatten. Hoeveel risico ben ik bereid te nemen om het doel te behalen? Dat is iets wat je in de Formule 1 en IndyCar met 380 km per uur natuurlijk meemaakt. Dat je denkt, ga ik voor dat gaatje? Of wacht ik een ronde later en doe ik het strategisch? Maar dat moet je allemaal beslissen in een milliseconde. Daarin ben ik wel anders dan andere ondernemers. Ik ga zo hierop door, maar eventjes, dat wil ik heel graag weten. Hoe kan het nou dat jullie met ik weet niet hoeveel op een bocht afrijden en dat je niet veel terugneemt? Nee. Hebben jullie een vertragend netvlies of zo? Waarom kunnen jullie dat? Nou, je moet je voorstellen, je stapt niet van de een op de andere dag in een Formule 1 auto. Ik zie het, ik rij ieder jaar nog steeds voor een sponsor met een Formule 1 two-seater. Dus dat is een verlengde. Ja. En dan mannen als Kjeld Nuis, die reed vorig jaar mee. Nou, dat is iemand die echt wel adrenaline heeft en fit is. Ja, die met 60 een bocht in gaat. Met 60 een bocht in gaat. Zulke dunne ijzertjes. Precies, nou, dat vind ik ook knap. En hij ging met mij nu met 280 de bocht door. En hij kreeg 4G op zijn nek, dus zijn hoofd
hoofd hing ongeveer uit de cockpit. En hij klapte met zijn hoofd op de achterkant van mijn helm, zeg maar, tijdens het remmen. Want je krijgt zoveel krachten te verduren. Hij stapte uit aan een smaal van oor tot oor en zegt: hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit? Die auto's gaan zo ongelooflijk hard. Maar dat is als je van de een op de andere dag in de Formule 1 stapt. Wij hebben natuurlijk een hele autosportladder naar de top. Dus je went aan die snelheden. Maar het is trainbaar. En het is trainbaar. Is dat ook de snelheid van beslissingen nemen trainbaar? Ja, want het zijn hele dure en pijnlijke lessen als je een verkeerde beslissing neemt in de autosport. Want dan is het IndyCar bijvoorbeeld, daar hebben we 380 gemiddeld. Als je daar een fout maakt, wat ik ook gedaan heb, dan klap je in die betonnen muur. Nou, dat was een 90G impact, ingeklapte long, rib gebroken. Ik bedoel, het is niet even restart. Dus foute beslissing werd in mijn wereld meedogenloos hard afgestraft. En in het zaken doen doet het ook pijn. Maar voel je hem op, toch anders. Maar je kunt sneller, het pijn doet. Maar je leerde wel sneller handelen. Ja, je leert sneller handelen. Dus ik leer Want heel je zei, snel. Ik zie snel risico's aankomen. Ja, ik word ook wel eens van beticht dat ik iets te kort door de bocht ben. Ja. Maar, dat is niet goed, hè? Dat is eigenlijk niet goed. Maar aan de andere kant, voor mezelf heb ik dan al een keuze gemaakt. Risico ingeschat, doen wel of niet. Maar ondanks dat je heel goed bent in risico's inschatten, is het niet altijd goed gegaan. Nee. Nee. En hoe ga je daar? Is het al tijd of niet? Nee, het is nog geen tijd. Nee, ik denk helemaal niet. Op echte, behoorlijke tegenslagen. Zo. Miljoenen verloren. Ja. En dan? Hoe reageer je daarop? Ik lach nu omdat ik letterlijk echt positief in het leven sta. Maar ik heb natuurlijk dat op dat soort momenten en dagen echt gedacht van... Het begon al toen die rechtszaak speelde, hè, met mijn oude sponsor uit de Formule 1. Het verschil tussen sponsoring en lening was hem nog niet helemaal duidelijk. En dat moesten we gaan uitleggen bij de rechtbank. Jij dacht dat het een sponsoring was. Hij ging ervan uit dat het een lening was. Dus je moest het hele bedrag terug storten. Ja, dat was het idee. Ja. Aan de andere kant heeft hij enorm veel exposure gehad wereldwijd met zijn naam. Dus daar moet je ook voor betalen. Formule 1 is na het WK voetbal en de Olympische Spelen de best bekeken sport op aarde. Kijken 200 miljoen mensen. Dus als jij dan een sticker hebt op mijn helm, pak, whatever, dan moet je daarvoor betalen. Dus wij hadden daar een serieuze discussie over. En dat werd zo pijnlijk dat ik tijdens een Grand Prix weekend, in de IndyCar reed ik toen, en ik was aan het vechten voor het kampioenschap dat jaar ook nog, dat ik gewoon een mail kreeg van een advocaat een uur voordat ik in die auto moest stappen. En ik met mijn stomme kop open dan zo'n mailtje. Ja, en daar stond dit. En dat moet je niet doen, want er zei een Amerikaan ooit tegen mij daar, die zei: Robert, to be at your best, you have to eliminate negative thoughts. Ja. Je kan niet met 380 racen en aan een rechtszaak denken. Maar waar het mij nu om gaat, is: ga je dan ook gelijk handelen? Je hebt een tegenslag, of je gaat niet in de put zitten. Je gaat daar ook gelijk erop. Ik ging door. Alleen werd het net werd een beetje gesloten om me heen. Omdat het lag op straat dat je dat probleem had. Dus veel andere raceteams en mogelijke opdrachtgevers, die zeiden van: nou, los eerst even je shit op. Weet je? En wat zijn de kansen voor ondernemers nu? Persoonlijke crisis gehad, over een zakelijke crisis. Wat zijn de kansen nu? Ja, ik kan mensen om me heen in de horeca keihard getroffen. Een goede vriend van mij die heeft hotels mega hard getroffen. Iedereen wordt geraakt momenteel door corona. Dus het is niet dat ik even zeg van: joh, zet de schouders eronder en door. Ik denk je heel erg jezelf leert kennen in deze periode. Het karakter van de mens komt naar boven. Je moet diep gaan, maar je moet ook inventief zijn. Hè? Toch even out of the box gaan denken. Eigenlijk wat wij vandaag hier ook doen. Ja. Het heeft geen zin om te wachten. Althans, ik geloof niet in de struisvogelpolitiek, dat je zeg maar met je hoofd naar beneden gaat staan en wachten tot de storm voorbij is en kijken of je dan weer kan doen waar je goed in was. Ja. We zullen allemaal wat anders moeten gaan doen. Maar je zegt ook: ik snap dat het moeilijk kan zijn. Heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk als je die druk hebt. Zoek je dan andere mensen erbij? Dat je denkt: ja, die weet er het meest van. Nou, ik haal wel inspiratie uit zakelijke vrienden van mij die het goed hebben gedaan. En in mijn tijd met die rechtszaak heb ik ook advies gevraagd aan Frits van Eert bijvoorbeeld van Jumbo, die ik goed ken. Wat zou jij doen in deze situatie? En je moet jezelf wel verrijken met de mensen die je hebt. Kon je vrouw jou daarin helpen? In zakelijke tegenslag? Want zij weet... We kunnen vrijuit praten. Ze wist wel de juiste knopjes in te drukken, zeg maar. En op het juiste moment afstand te houden. En er te zijn voor je wanneer je het nodig hebt. Ik heb drie korte stellingen. Voor iedereen hebben we een klein minuutje. Wat is de belangrijkste les die je ooit hebt gehad? Het
eigenlijk al een beetje verteld, volgens mij. Ja, belangrijkste les is toch wel gewoon count your blessings. En zorg dat, weet je, de gezondheid op nummer 1, dat is voor mij belangrijk. Lijkt me helder, daar hebben we het over gehad. Wat wil je dat mensen later over jou zeggen? Nou, die kon verschrikkelijk hard auto rijden, degene die meegereden hebben. Dat hoeft niet eens te laten. Ja, iedereen is met zijn eigen legacy bezig. Tuurlijk is dat gaaf. Mijn vader was een succesvol ondernemer, ik doe het op mijn manier. Ik zou het mooi vinden als mensen zeggen, het is een open persoonlijkheid, positief mens en fijne zakenman. Veel geld mee verdiend. Dat zou fijn zijn. Ook. Ja. Ben je altijd eerlijk geweest? Dit is even los van de stelling. Ben je altijd eerlijk geweest? Of is het het doel heiligt de middelen? Ik ben... ik ga wel ver. Maar ik ben altijd heel transparant en eerlijk. Ik vertel bijna op voorhand wat ik wil verdienen aan een deal. Maar dan ontzorg ik ook de klant of partner volledig. Dat zullen ze later over je zeggen ook nog. Dat denk ik wel. En waar ben je het meest trots op? Wat je hebt bereikt? Wat ik heb bereikt is de overwinning met Jada is de mooiste in mijn carrière. Daar kan echt geen ene autosportrace tegenop. En dat is ook een beetje vraag 1. En aan de andere kant dat je als topsport wel je doelen hebt behaald. En dat vind ik mooi. Ik vind het mooi dat je dan de genezing van je dochtertje noemt. Want dat is iets waar je helemaal geen controle over hebt gehad. En toch ben je daar het meest trots op. Ja, maar ze heeft toch mijn genen. Dus ik denk dat ik daar dan wel... Het was toch een hele goede... Het doorzettingsvermogen, ergens zat erin. Ja, ergens zit het erin. Wat ga je doen de komende tijd? Wat zit er nu? Formule 1 gaat weer beginnen. Bij Oostenrijk. Oostenrijk. Twee races. Nou, die laatste twee die won Max. Dus dat is een goed begin. En dat betekent 4 dagen televisie in een weekend voor mij. Dus we hebben op vrijdagavond een café. Op zaterdag kwalificatie. Zondag de race. Maandag nabeschouwen. Echt leuk. Het is een passie, die Formule 1 wereld. En ik kijk er heel erg naar uit om dat ook weer op te pakken. En wat volgt er daar? Dit is al kort, 5 juli. Ja, 5 juli beginnen ze. En daarna, hoe gaat het jaar? Ze plannen dan nu ieder weekend vol. Omdat de Formule 1 moet natuurlijk nog voldoen aan een x-aantal races. Minimaal 15. Dus ik denk tot december zit mijn agenda goed vol. Ja. Ik ben vorig jaar begonnen met een theatershow. Die was met Rob Campus. Leuk. Heel goed bevallen. Volle zalen. En, dus eigenlijk vooral als analist en je bent nog... Als spreker, dat vond ik ook heel leuk om te doen. Kan ik je nog een lening doen? Een lening? Een sponsoring? Als je een logootje op mijn pak wil, hoor. Nee, dus dat jaar zit vol en de rest zie je en ben je gewoon een gelukkig gezinsmens nu. Zeker. En het is ook een beetje dankzij de crisis. Dankjewel. Robert, dankjewel. Dit was WebTalk. Ik hoop dat jullie genoten hebben en er enige inspiratie uit hebben gehaald. En wellicht ook een nieuw idee gebracht. Bedankt voor het kijken. Doe het goed, man. Moet je wat mee doen.